We gaan een sandwich bouwen. Komkommetjes zijn goed voor je ogen. Ja, een beetje zo. Hey, we zijn bij de Westerduin-vestiging in Nijmegen en gaan op bezoek bij Tim Matthijs. Hij is recruiter en houdt ook van koken, dus ben ik benieuwd wat hij ervan bakt. Hallootjes. Hey. Tim Matthijs. Ja, klopt. Tim Matthijs. Ja, het liefst meneer Van Vaassen. Maar Tim is goed hoor. Ja, Tim. Beter als Tim. Matthijs, ja, Matthijs. Ja, dat klinkt ook nergens naar natuurlijk. We gaan aan de kook. Ja. Qua eten dan, hè? Ja. Je hebt alles klaargelegd. We gaan lekker lunch maken. Ik heb voor allebei een stationnetje klaargezet. Oh, perfect. We gaan. We gaan een sandwich bouwen. Zullen we er een wedstrijd van maken? En dan gaat straks het team beoordelen wie de lekkerste sandwich heeft gemaakt. Maar je hebt wel een goede plank. Toen blijf niet staan. Ik heb ook een beter mes. De pro. Klaar voor de start. Bak is klaar. Bak hem aan. Hoe jij ook snijdt. Nou, dat vind ik wel een beetje overdreven hoor. Jij hebt mij echt het meest waardeloos mes ook gegeven. Je hebt gewoon zagen. Je hebt mij echt een zaag gegeven, Tim. Hey, hoe is het om te werken bij Westerduin? Ja, leuk. Ja? Ja, bevalt goed. Wat nou, vind je er leuk aan? Heel veel eigenlijk. Nee, ja, veel contact met mensen. Dat vind ik heerlijk. Ja, dus en wat doe jij dan in essentie met je werk? Ik heb kennismakingsgesprekken. Dat gaat over wat je doet. Maar wat doe jij in essentie? Ja, wat ik in essentie doe? Ik probeer iemand een mooie toekomst te bieden. En dat begint vaak bij een goede baan. Moet je nog een beetje zout? Een beetje zout. Wat mij echt drijft, is de dankbaarheid van mensen. Ja? Ja, voor mij is het puur de dankbaarheid die je ziet bij mensen als je ze aan de juiste baan helpt. Wat levert jou dit werk op dan? Ik merk wel, als je zeg maar, aan het eind van de dag echt iemand op de juiste plek hebt gezet, dan ga ik ook wel gelukkig naar huis. En ik merk ook wel dat als dat niet lukt, dan voelt je dag misschien wat onafgerond. Word je er gretig van? Dat je denkt, volgende dag ga ik weer de tegenaan? Ja, dat het stapje extra lopen. Mooi man, ik zie geen verschil. Jouw broodje is iets meer getoast. Ik denk dat ik ga winnen. Voor mij ziet er wel mooier uit, hoor. Zo, je hebt wel een clean desk policy, Kerel. Weet jij iets minder? Ik weet het goed gemaakt. De verliezer ruimt op. Oké, okay, het moment van de waarheid. Aan tafel. Dames, kijk eens. Lekker. Als een sandwich. Aan jullie vraag, welke is het lekkerst? Ja. Eet smakelijk. Lekker. Crispy. Deze is goed. Ik vind die ander. 1:37 later. Eigenlijk zijn we samen tot de conclusie gekomen dat we het broodje met sla echt gordroog vinden. Zeker. Dus we gaan voor het broodje zonder sla. Dat is het broodje van Tim Matthijs. En dat maakt jou tot kookkoning van Westerduin. Gefeliciteerd, jongen. Dankjewel. Nou, leuk dat je er was. Ik zou de keuken opruimen. Succes. Ben je benieuwd naar onze vacatures? Kijk dan op de website. Hoi.